tandemwielrenners Timo Fransen uit Arnhem en Alfred Stelleman uit Eindhoven hopen zich te kwalificeren voor de Paralympics in Londen. RTV Arnhem zocht de twee op tijdens een training op Papendal. Timo, kan jij in het kort vertellen wat tandemrijden nou precies inhoudt? Ja, tandemrijden is een Paralympische sport. Ja, Alfred is visueel beperkt en kan eigenlijk niet zelfstandig fietsen. Vandaar dat ik dus voorop zit om het stuurwerk te doen. En samen trappen we dan zo hard als we kunnen. Alfred, voel jij aan dat hij op een gegeven moment moe wordt? Dat hij niet meer tempo kan aanslaan? Ja, dat voel je op een tandem heel goed. Wat doe je dan? Probeer extra kracht te leveren, waardoor die tandem nog vooruit komt. Maar ja, anders is de enige manier is dan toch proberen gewoon aan te passen aan zijn tempo. Jullie willen het naar de Paralympics. Zijn jullie al zeker van de plaats? Nee, we zijn nog niet zeker van de plaats. We hebben dit jaar nog twee mogelijkheden om ons te kwalificeren. En dat zijn twee wereldbekerwedstrijden waar we een plek bij de eerste drie moeten zien af te dwingen. Zou dat een grote teleurstelling voor je zijn als je niet mee mag doen met de Paralympics? Ik denk aan de ene kant wel. Je bent nu toch heel hard voor aan het werken. Maar aan de andere kant heb ik ook zoiets van, ja goed, we hebben er alles aan gedaan. En meer kunnen we niet. Kijk, ik heb al twee Paralympische Spelen meegedaan waarop ik medailles heb gehaald. Kijk, en dan die anderen moeten dat nog maar zien te doen. Jullie willen dus naar de Olympische Spelen. Dat is nog een lange weg. Hoeveel keer per week train je daarvoor? Nou, in principe trainen we eigenlijk toch 5 tot 7 keer in de week. Dus eigenlijk iedere dag. Alfred werkt naast het fietsen nog. Hij traint eigenlijk dan 5 keer in de week, als ja. Ik het goed heb zo'n beetje. Ja. In de weekenden trainen we vaak dubbel. Dus ochtends en 's middags. En ja, het is voor mij iets waar ik dagelijks eigenlijk fulltime mee bezig ben. Op welke mogelijkheden heb je het meest succes denken? Of denken dat je succes kunt behalen? Is dat op de tijdrijden of op de wegwedstrijd? Ja, dat is op de tijdrit. Daar hebben we vorig jaar al een paar keer dicht bij een nominatie gezeten. En als we daar nog een tiental seconden in kunnen verbeteren over 20 kilometer, dan... Ja, dan gaan we die kwalificatie kunnen afdwingen. We kunnen hier in deze bochten kunnen we makkelijk een 50 km per uur halen. En ja, het is een beetje afhankelijk van wat voor soort bocht het is. Dit is een goed lopende bocht. En ja, dat is vergelijkbaar met het parcours in Londen, waar ook allemaal mooie goed lopende bochten in zitten. Wie geeft nou de schuinte van de bocht dan? Is dat Timo of doe jij er ook aan mee? Ja, het is eigenlijk een beetje Timo die dat een beetje aangeeft. En ja, op een gegeven moment voel je wel hoe die bocht er loopt. En dan door middel van andere zintuigen weet je dan wel een beetje hoe die bocht gaat lopen. En wat voor soort bocht gaat worden op een parcours. Dus dat neem je zelf op een gegeven moment ook wel waar.